Het chique hotel Huis Terduin is niet langer meer het onderkomen van het Nederlands elftal. Bondscoach Koeman verhuisde de boel, u weet het, terug naar Zeist. Ook geen slechte plek om wat nachtjes door te brengen. In de bossen hebben de internationals gewoon wifi. Er staat de PlayStation en er ligt uiteraard een spel kaarten klaar. Voordat Koeman zijn keuze maakt voor Zeist, heeft hij misschien nog wel wat andere opties overwogen. Welkom bij de Vijf. We laten je vijf hotels zien die Koeman dus niet heeft gekozen. En we beginnen in Amsterdam. Het eerste hotel in onze lijst is een locatie waar doorgaans hard wordt gewerkt. Het is niet de toren van Raai en Babel, maar het Feralda Crane Hotel. En het staat in het Amsterdamse havengebied. Een hele voetbalselectie kun je er niet in kwijt. Het is meer geschikt voor een romantisch weekendje weg voor twee. Over hard werken gesproken. Nou, en wat krijg je dan voor ongeveer €500 per nacht? Naast een goed bed en een stijlvolle inrichting kun je vanuit je eigen jacuzzi op het dak genieten van de skyline van Amsterdam. Van Amsterdam naar de andere kant van de wereld. Het volgende hotel heeft ook een mooie skyline. En het was wellicht iets geweest voor Steven Berghuis. In Peru staat, of hangt beter gezegd, een hotel waar je vanaf €240 per nacht in je eigen glazen koepel aan een steile wand hangt. Met een zwakke maag ben je dit hotel na één nacht al spuugzat. Daar ook claustrofobisch van wordt, dan is het volgende hotel echt helemaal niets voor jou. Met enige moeite zou inmiddels ex-international Wesley Sneijder zich er nog wel in kunnen wurmen. We gaan kijken naar het kleinste hotel ter wereld in Tokio. Voor €45 per nacht slaap je in iets dat meer weg heeft van een vrieskist dan van een hotel. This is so cool. I feel like I'm on a spaceship in the future. Tell you what, this is pretty impressive. It's better than any hostel I've ever stayed in. Very quiet and clean. Klein, maar fijn. En ik vind het trouwens nog best wel luxe. Dat geldt dan weer niet voor het volgende hotel in onze top 5. Want we zijn aanbeland in Bangladesh bij het goedkoopste hotel ter wereld. Ik denk niet dat we Memphis Depay snel met zijn Louis Vuitton koffertjes voor de deur zien staan. En waarom je hier nagenoeg gratis slaapt, dat zie je nu. Amerikaanse. Single room, double mile, 48 room ase. 1991 sale ei hotel ta pore korte doge pray 10 lakh taka khoroch hoyeche. We sluiten graag in stijl af en we ruilen dit krot snel in voor misschien wel het duurste hotel ter wereld. In het Emirates Palace Hotel in Abu Dhabi. Daar hadden Koeman en Co. graag een rust gepakt, denk ik. Maar zelfs voor onze voetbalmiljonairs is dit hotel flink aan de prijs. Het kostte namelijk $3 miljard ruim om te bouwen. In de 100 suites en overige vertrekken vind je veel goud en marmer. En laten ze nou net een mooie aanbieding hebben. Een weekje weg met z'n tweeën kost tijdelijk slechts €1 miljoen. Een koopje. En dan heb je ook nog de beschikking over je eigen Rolls-Royce met chauffeur. Een landingsplaats voor je helikopter. En voor de kluiverts onder ons een eigen chef-kok. Ja, ik denk dat veel internationals het liefst in dit bling-bling hotel in Abu Dhabi hadden gezeten. Het is Zeist geworden. Guus die zal er niet te zwaar aan tillen. Vanuit onze De Vijf Villa in Amsterdam zeg ik bedankt voor het kijken. En volgende week krijg je weer een De Vijf. Heel graag tot dan.